De Living Statue werd afgelopen zaterdag op de Boreel gehouden. Winkeliers en voorbijgangers genoten zichtbaar van de uiteenlopende Living Statues. Volwassenen en kinderen vonden het erg interessant en waren vooral onder de indruk van de standbeelden. We zijn gevraagd door de ondernemersvereniging hier van de Boreel. Vorig jaar hadden we maar een paar beelden bij ons en dit jaar zijn we in totaal met 12 beelden. Het levende standbeeld wat je hier achter ons ziet, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van ons. En we zijn daarmee onderweg elke keer. We spelen festivals, we spelen wedstrijden. Er waren verschillende standbeelden te zien met uiteenlopende thema's. Ook was Belgisch kampioen Patrick te zien met zijn act I Would Be A Statue. Patrick staat hier met zijn act Would Be. En daarmee is hij dit jaar Belgisch kampioen geworden. Dus vandaar dat hij ook hier op ons festival is. Nou, dat ik hoop dat dit volgend jaar nog een keer mag. En dat ik het heel leuk vind dat het mooi weer is, dat er veel mensen zijn komen kijken. En dat ik hoop dat mensen ook zien dat het niet alleen maar stilstaan is. Dat ze eigenlijk met hun act een verhaaltje proberen te vertellen. Want heel veel mensen zeggen, oh, levende standbeelden die staan alleen maar stil. Maar dat is niet zo. Levende standbeelden vertellen eigenlijk altijd een verhaal.